De Economische Controledienst, ECD, van het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heeft controlewerkzaamheden verricht op de centrale markt in Paramaribo. Tijdens de controlewerkzaamheden die op 1 augustus 2023 zijn verricht, is de dienst gestuurd op een partij illegale sigaretten en medicamenten. De partij sigaretten en medicamenten zijn in beslag genomen en de zaak wordt verder onderzocht.